Pas geopende speelplek Matenschans door vandalen gesloopt. Lage opkomst bij stembureaus in de gemeente Apeldoorn. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Vandalen hebben het zaterdag in gebruik genomen speelplek De Matenschans dusdanig gesloopt dat de speelplek tijdelijk weer is gesloten. Aan de toren en het klauternet, die een prominente rol spelen op de speelplek, zijn zo beschadigd dat de toren niet meer veilig is. Om te voorkomen dat kinderen via het water toch op de speelplek terecht kunnen komen, zijn de hangbrug en de trekvloot tijdelijk weggehaald. De schade is aanzienlijk en wordt geschat op 10.000 euro. De gemeente is boos en wil de schade verhalen op de vandalen en heeft intussen aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar de daders en vraagt getuigen om zich te melden. Herstelwerkzaamheden aan de Matenschans zijn reeds begonnen en men hoopt voor Hemelvaartsdag daarmee klaar te zijn. Naar schatting 21% van de stemgerechtigden in de gemeente Apeldoorn hebben gisteren hun stem uitgebracht voor de Europese verkiezingen. In totaal waren er 96 stembureaus open om de 122.999 stemgerechtigden te laten stemmen. De opkomst eigenlijk viel toch mee. We hadden eigenlijk vanmiddag om 2 uur hadden we ongeveer 250 stemmen. Sorry, ik moet corrigeren, dat was om 4 uur. En van 4 tot eigenlijk 9 in 5 uur hadden we dus eigenlijk meer dan de helft aan stemmen erbij. Dus dat viel ons toch wel mee. Of de opkomst lager of iets meer was ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen is niet bekend. Wel staat vast dat Apeldoorn onder het landelijke gemiddelde zit. Na 9 uur 's avonds, toen de stembureaus dicht waren, kon het handmatig tellen van de stembiljetten beginnen. Oké, u bent nu gesloten en ik zie nu een heleboel biljetten op tafel. Hoe gaat het nu verder? U ziet inderdaad de biljetten op tafel liggen. Men is nu bezig om de biljetten die uitgevouwen zijn per partij in orde te maken. Dus per partij. Daarom heb ik dus nu alle nummers klaargemaakt op stoelen enzovoort, zoals je gezien hebt. Ja, en als dat gebeurd is, dan krijg je de volgende slag. En dat is natuurlijk op naam. De echte uitslag wordt pas zondagavond verwacht, omdat er op verschillende dagen in Europa gestemd kan worden. De politie waarschuwt Apeldoorners dat er nepagenten actief zijn. De nepagenten zeggen met een buurtonderzoek bezig te zijn en proberen met deze babbeltruc bij bewoners binnen te komen. Donderdagmiddag werden de nepagenten gezien in de omgeving van de Eerste Wormseweg en Tjonger. De mannen zijn tussen de 30 en 40 jaar oud. De politie vraagt om direct de politie te bellen zodra iemand de nepagenten ziet. Op telefoonnummer 0900 8844. De toeristische sector wil klein kamperen in de tuin toestaan voor het toerisme. Dat plan juicht de VVD in Apeldoorn van harte toe. Daarnaast wil de VVD ook de bed and breakfast in bijgebouwen toestaan. Daarvoor moet een speciale toestemming komen. De Partij voor de Dieren, PvdA, PSA en de ChristenUnie zijn niet helemaal blij met de plannen. Ze zijn vooral bezorgd over een eventuele verrommeling van het landschap als er meer minicampings komen. Een 67-jarige vrouw uit Apeldoorn is gisteren gewond geraakt doordat zij in botsing kwam met een automobilist die voor de politie op de vlucht was. Een 22-jarige man uit Apeldoorn had eerder een stopteken van de politie genegeerd en ging er met een hoge snelheid vandoor. Op de Ugchelseweg botste hij frontaal tegen de auto van de vrouw. Na de aanrijding rende de man vervolgens weg. De dader is later toch nog aangehouden. Bij hem werd een hoeveelheid harddrugs in zijn tas aangetroffen. De vrouw is met lichte verwonding naar het ziekenhuis gebracht en is na controle weer huiswaarts gestuurd.